Welkom bij restaurant De Kas in Amsterdam-Oost. Ik ben Wim, mede-eigenaar en chef-kok van het restaurant, samen met Jos Timmer. We hebben een gewoon worstenbroodje gemaakt van half om half gehakt. En we hebben ook toen nog een salpicon van knolselderij gemaakt om een vegetarisch worstenbroodje te presenteren. Je kunt eigenlijk oneindig doorgaan met wat je lekker vindt in een worstenbroodje. Het worstenbroodje bestaat eigenlijk uit een verrijkt deeg, een wit brooddeeg. Dan heb je nog de vars. En dat is eigenlijk gewoon zoals je een gehaktbal maakt. Of je kunt ervoor kiezen om een gehaktbal te maken en daar soezebeslag in te doen. En dat soezebeslag helpt voor de smeuïgheid. Een halve kilogram bloem, 190 gram melk, 20 gram verse gist, 10 gram witte bastardsuiker, 150 gram roomboter, 1 eitje doe ik er altijd in en 10 gram zout. Nou, dit laten we mooi een deegje vormen. Dat duurt ongeveer 12 minuten en dan laten we het voor de eerste keer even rijzen als geheel. Nu gaan we de vars maken van het worstenbroodje. Daar gebruiken we gehakt voor, half om half. Dus de ene helft is rundvlees, de andere is wat vetter varkensvlees. Ja, we beginnen dan met wat gehakt. Ik doe daar ook altijd wat mosterd bij, vind ik lekker. Wat je daar allemaal in doet, dat bepaal je zelf. Wat belangrijk is, is zout. Ik doe er wat currypoeder bij. Ik heb hier wat gemalen peper. Een scheutje melk. Belangrijk is wat broodkruim. En broodkruim helpt eigenlijk om het vocht en de vetten vast te houden van het gehakt. Dat gaan we nu mengen. Nog een eitje erin. Ook weer voor de smeuïgheid en voor de binding. Goed mengen. Ik doe er ook nog wat kruiden bij. Wat peterselie. Ik heb wat bieslook. Ik heb wat kervel en wat venkelloof. En ik heb wat daslookbloemen. Die zijn nu in het seizoen. Goed mengen en in de keuken dan ga je dit nog even bakken of gooi je het ergens op de, in de bakpan. Dan proef je het even en als je denkt van oké, ja, dit is alles wat we nodig hebben, genoeg zout, genoeg peper, genoeg kruiden, dan kun je het verwerken als een pilletje. Wat ook lekker is voor de umami is wat Worcester saus, ook naar smaak toevoegen. En deze vulling zullen we straks ook een soort van gelijk maken, alleen dan met knolselderij, de vegetarische variant. Nou, het deeg heeft ongeveer 12 minuutjes op laagste stand even gekneed. Je kunt ermee werken. Wat we eigenlijk doen is nu een beetje opbollen en dan gaan we hem zo weer terugleggen, zodat hij een keer kan rijzen. Dat doen we op een warme plek. Het moet ongeveer 30 tot 40 graden zijn. Dan even afdekken tegen dat hij uitdroogt. En dan kan hij zo ergens, ik denk een 20 minuten staan en dan is hij mooi gerezen. Bij de kas hebben we tijdens de pandemie dus ook knolselderij worstenbroodjes gemaakt. Door knolselderij te roosteren op de barbecue, in zijn keel. Daar een bouillon weer van gemaakt, met zwarte knoflook trouwens en met lavas. En daar een salpicon van gemaakt. Salpicon is eigenlijk een vulling van een kroket. Dus op basis van een roux. En in deze hebben we ook wat gelatine toegevoegd om wat steviger te maken. Maar eigenlijk elke vars die je kan bedenken, of salpicon of vulling, kun je gebruiken en kun je inwikkelen in een worstenbroodje. Mijn worstenbroodje die wordt ongeveer 15 centimeter lang. Dus dan ga ik pilletjes maken. Belangrijk is dat de salpicon goed stevig is als hij koud is. Hij gaat straks in het worstenbrooddeeg. En dat worstenbrooddeeg ga ik ook afwegen. En dat zal ook 45 gram zijn. De kleur, zoals je ziet, van de salpicon in deze knolselderij komt eigenlijk van de zwarte knoflook. Maar ook zeker van de bouillon. De groentebouillon van knolselderij die is geroosterd met uien. Met knolselderij op de barbecue, waardoor je echt een hele donkere umami smaak krijgt. En het neigt eigenlijk ook al echt wel naar vlees. En daar krijg je dus ook een hele rijke groentebouillon. En die zit ook door de vars heen dus. Dan hebben we hier de pilletjes en die gaan we dan al modelleren. Dus we zorgen dat we de vorm hebben die we willen om straks het brooddeeg, het worstenbrooddeeg, weer omheen te vullen. En dit geeft ook meteen aan hoe groot het worstenbroodje zal zijn. Dus alle pilletjes moeten ongeveer gelijk zijn, zodat je die straks mooi kan inrollen. Het lijkt heel veel werk, maar het is op zich best snel gedaan. Al met al ben je anderhalf uur verder voordat je ze in de oven hebt. Nou, dit zijn ze. Deze zetten we in de koeling terug, zodat ze stevig blijven. En dan kunnen we ze straks inrollen. Hier hebben we de vleesvars. En net zoals alle vullingen gaan we die eerst portioneren. Ik doe 45 gram per worstenbroodje. En we gaan er weer pilletjes van maken, zodat we die straks kunnen invouwen in het worstenbroodje. Deze gaat even in de koeling. Hier hebben we het deeg laten rijzen en hij voelt fluffy aan.
Er is ongeveer 1/3 bijgekomen aan volume. Die slaan we even neer. En dan gaan we deze ook portioneren. Dus nu gaan we gewoon afbreken. En dit is ook weer 45 gram. Nou, hier hebben we dan de brooddeeg op juiste hoeveelheid. En nu gaan we deze eigenlijk ook opbollen. Je slaat hem plat en je gaat rondjes draaien. En je trekt een beetje spanning op het bolletje. En dan krijg je dus een bolletje deeg wat ook weer kan rijzen. En wat soort van homogeen is, waar geen losse stukken aan zitten. Dus het is één geheel geworden en er staat een beetje spanning op. Dit heet het opbollen van het deeg. Deze laten we straks ook weer op een warme plek, afgedekt, rijzen. Oké. Eens kijken, we hebben hier het deeg van de worstenbroodjes. We gaan ze nu invouwen. Het deeg heeft nu ook weer gerezen, dus ook weer in volume toegenomen. We slaan het een beetje plat, ook weer in de vorm van het worstenbroodje. Dan gaat de vulling erin en dit is de knolselderij. En dan is het belangrijk dat je de worstenbroodjes gaat plakken. Dus niet overtrekken, want dan krijg je een heel dik stukje brood aan één kant. Dus je maakt het deeg dicht, je knijpt het dicht en dan rol je het tot een pilletje. En dan zorg je dat de sluiting weer op de onderkant zit. En je modelleert totdat je een worstenbroodje hebt. Wat heel belangrijk is, dat je het goed dicht knijpt. Want tijdens het bakken gaat je deeg ook alle kanten op. En je wil dat het juist heel mooi strak omheen zit. Op de sluiting, een beetje drukken. En dan hebben we hier de vleesvars. En die gaan we ook invouwen. En dan doen we hetzelfde. Deeg openmaken, pilletje erin. Zorgen dat je het goed aandrukt en dat die overal sluit. Goed aandrukken. Dat hij niet open barst tijdens het bakken. En dan rollen en een beetje modelleren. Op de sluiting een beetje plat drukken. Dit was de vegetarische variant met de geroosterde knolselderij. En dit is de klassieke instrijken. Met heel ei. Ik heb daar wat zout bij gedaan en dan gemixt. En we gaan ze heel licht instrijken en hierna laten ze nog even rijzen. En als ze dan gerezen zijn, dan strijken ze nog één keer in. Ze hebben nu weer gerezen, ze zijn iets voller geworden. En we gaan ze nu als laatste keer nog een keer afstrijken. Ook weer dun, niet te dik. Nigella zaad, het wordt wel het zwarte komijn genoemd. Het heeft niks met de komijn te maken. Het is gitzwart. En zo weet je natuurlijk ook na bakken wat de vulling is. Anders zou je ze door elkaar halen. Nou, en deze kunnen de oven in. Voorverwarmde oven. 235 graden en we beginnen altijd op 8 minuten en dan is het wachten. Oké, ze zijn klaar. Hier zijn dan de worstenbroodjes gebakken. Wat we nu doen is om nog even wat glans mee te geven, is instrijken met geklaarde boter. Daar gaan ze lekker van glimmen. Om te kijken of het allemaal goed gelukt is, snij er een door midden. En dan ga je kijken of het naar wens is. Dus het brooddeeg. Is mooi gerezen. Dit zijn dan de vegetarische met knolselderij. Ook weer even instrijken. En als we die dan snijden, hebben we die ook gevuld. Dan zijn ze klaar. En dan wens ik jullie smakelijk eten en heel veel gezelligheid. Brabantse gezelligheid. Lust je nog een video? Er staan er ruim 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.